overgaat. Als het slaapt op straat. Als een kind niet eens weet wie zijn ouders zijn. Dan lijkt een kind zo hulpeloos, zo kwetsbaar en zo klein te zijn. Dag allemaal, maar natuurlijk vooral dag jongens en meisjes. Want dit is Kinderen voor Kinderen. De 9e alweer. En niet alleen de 9e televisieuitzending, maar ook de 9e grammofoonplaat. En jullie weten allemaal dat een deel van de opbrengst van die grammofoonplaat die gaat naar de VARA speelgoedactie. Maar een ander deel van die opbrengst die gaat naar de stichting Zon en Vrijheid. Nou zegt jullie dat natuurlijk niet meteen iets, mij ook niet hoor. Maar kinderen die eigenlijk nooit met vakantie kunnen, die kunnen daar in de vakantie naartoe en dan gaan ze kamperen. En dat moest altijd in tenten. En omdat we hier van die lekkere zomers hebben, willen ze daar ontzettend graag mooie houten huisjes. Nou, dat kan dan natuurlijk niet zulke prachtige huizen als wij hier hebben. Want dit is een fantasiestad. Niet een gewone stad zoals Zierikzee of Breda of Enkhuizen. Maar wel met gewone kinderen. Hoewel, gewoon, een beetje maf zijn ze wel hoor. Want die willen een krokodil voor hun verjaardag. Nou, veronderstel nou eens, hè. Ik zeg maar wat. Jij bent jarig en je wordt wakker en dan kijk je uit je bed en er staat een mandje en daar ligt een krokodil in. Wat doe je dan? Ja, nou, nou kijk, als hij een beetje groot is en hij past niet in je bed, dan leg je hem natuurlijk wel even op de grond. Want je gaat natuurlijk eerst contact met hem maken. Maar als hij zo klein is of zo, dan zal ik hem wel in mijn bed leggen. Ja? Ja, en dan gewoon contact met hem maken. Hoe maak je contact met een krokodil? Ja, gewoon. Gewoon laten zien. Gewoon. Wow. Ja. Gewoon een beetje aaien, een beetje knuffelen en een beetje met hem spelen of zo. Ik zou het liefst een kat willen, want dat hebben we ook, want dat is mijn lievelingsdier. Ja. En gewoon, waarom? Nou, dat is mijn lievelingsdier, omdat ik vind ze hartstikke lief en ze zijn heel aanhalig en zo. En ze komen altijd bij je zitten. S'avonds vind ik leuker als een krokodil. Want die komt die s'avonds lekker bij je zitten en met je knuffelen. Wij hebben een hond. Nou, dat vind ik leuker dan een krokodil. Veel leuker. Ik had op mijn verlanglijstje geschreven. Ik wil zo graag een echte krokodil.
Jongen zegt vooruit, je mag twee apen. Vooruit, je mag twee apen. Maar daar had ik mijn zin niet op gezet. Ah, ik hoef geen goudvis in een kom. En ook konijnen vind ik stom. Dus hoop ik snap de man. Ik vind ze veel te tam. Schokken van, vandaar dat ik hard geel. Ik wil een krokodil. Een krokodil. Ik wil een krokodil. Ik wil een krokodil. Ik wil een Weet je, als ik vroeger iets wilde, maar ik bedoel, iets echt, iets heel speciaals, dan wist ik altijd precies aan wie ik het vragen moest. Bijvoorbeeld, ik wilde naar de kermis, 's avonds. En dan dacht ik, dat vraag ik aan mijn moeder. En ik had natuurlijk ook niet veel meer keus dan mijn vader en mijn moeder. En dan dacht ik, dat vraag ik aan mijn moeder, want dan heb ik de meeste kans dat ze ja zegt. En dan zei ze ook ja, dan sloop ik het huis uit. En dan kwam mijn vader tegen en zei dan, hey, waar ga je naartoe? En dan was het dus eraf gelopen met de lol, hè. Heb jij dat nou ook wel eens? Ja, nou kijk, als ik het aan mijn moeder vraag en ik ga bijvoorbeeld naar, naar mijn vriendinnetje of zo, of ik wil graag dat er iemand komt logeren, dan vraag ik het ook altijd aan mijn moeder. En dan, zeg ik het wel eens aan mijn vader en dan vraag ik het ook nog een keer aan mijn moeder, omdat mijn vader dan nee heeft gezegd. En ja, en dan later komen ze daarachter. Dan weet je wel de klus, maar... En wat doen ze dan als ze erachter komen? Dat ze iets verschillends gezegd hebben? Ja, dan mag het dus helemaal niet meer. Nou, soms heb ik wel eens ruzie. Maar dan vind ik ze nog wel lief. Ja, ook al heb ik ruzie, vind ik ze altijd lief. Heel gek. Wat ik van mijn vader mag, mag van mijn moeder niet. En wat ik van mijn moeder mag, mag van... Zegt mijn moeder, doe maar schat, wilt mijn vader weer niks ervan en zeur niet aan mijn pop. Fout, fout, hartstikke fout, zo wordt ze puber mooi en vernietigend oud. Zo voed je toch je kinderen niet op. Wat ik van mijn vader moet, hoeft van mijn moeder niet. En wat ik van mijn moeder moet, hoeft van mijn vader niet. En maar kijken wie er wint. Wat mijn vader prima vindt, vindt mijn moeder niks. Dus ik heb het altijd weer gedaan. Fout, fout, hartstikke fout. Dat kun je toch niet maken, ben je God beschouwd. Dat doe je toch je kinderen niet aan. Kleed je nou uit, het is bijna half tien. Ach, laat het kind toch die film nog even zien. Wat is dat voor rapport? Waar ben je voor een rund? Doe toch niet zo streng, dat nog erger gekund. Alles wat mijn vader zegt, dat wil mijn moeder niet. En alles wat mijn moeder zegt, dat wil mijn vader niet. Altijd erin, ga maar na. Zegt mijn vader weer eens ja, kan je zeker zijn? Zegt mijn moeder automatisch nee. Fout, fout, hartstikke fout. Zo wordt zo'n kinderziel toch voor een leven genaamd. Zo gaat zo'n kind toch naar de rasporee. Eet nou eens door, spinazie is zo goed. Van mij kunnen ze allebei de pot op. Mijn naam is Pieter Peen, ik ben een fenomeen. De knapste kop van alle knappe koppen. Ik heb een plastic huis met zwevende
veel voor thuis. Met roltrappen, met chips en heel veel knoppen. Ik vind uit, ik ben een uitvinder. Dat is mijn liefhebberij. Als je vragen hebt, dan kom je maar bij mij. Hey professor, kom professor, vind nog eens wat uit. Hey professor, doe professor, neem eens een besluit. Maak een robot die de hond uitlaat. Of eentje die kan strijken. Een sportfiets die vanzelf gaat. Een spiekbril om mee af te kijken. Kom! Een computer die gevoeter kan veranderen in geluid. Hey professor, 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 vind nog eens iets uit. Ik wacht op een idee hier in mijn atelier. En ik begin te boren en te schrijven. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik me altijd rot schaamde als ik van school gehaald werd door mijn moeder. Dan had ze zich namelijk netjes aangekleed, want dat was meestal bij zo'n gelegenheid dat je dan ergens met haar naartoe moest. En dan had ze van die nette kleren aangetrokken en dan dacht ik bij mezelf, god mens, had je nou niet iets gewoons aan kunnen doen zoals andere ouders eruit zien van andere kinderen. Want die zagen er altijd in mijn ogen veel leuker uit dan mijn eigen moeder of mijn eigen vader. Hebben jullie dat nou ook eens? Ja. En wat heeft ze dan aan, bijvoorbeeld, wat je niet bevalt? Nou, zo'n hele nette jurk en dan van die lakschoentjes eronder. Ja. Nou, dat loopt ze niet mee over straat, maar dan had ze vroeger zo'n soort verloren nachtjurk of zo. En dan komt ze onder de douche vandaan en dan zegt ze dat ga ik vanavond lekker aantrekken, want dat zit lekker. En dan ziet ze er dus niet uit, maar ja, daar zit ik verder niet mee, want verder ziet niemand het. Nou, als ze hele domme kleren aan heeft. Wat zijn domme kleren? Nou, hier een strak rokje en zo. Een hele lange jas erbij. Zijn je ouders ook zo sneu? Net als die van mij. Net als die van mij. Lopen ze er af en toe? Ook voor jou erbij. Ook voor jou erbij. Vallen ze zo nu en dan? Ook zo uit de toon. Uit de toon. Dat je denkt, je toe nou mens. Doe toch eens gewoon. Maakt het jou soms ook zo mies, wat je van ze vindt? Wat je van ze vindt? Ga je ook van tijd tot tijd, zomaar door het lint? Zomaar door het lint? Dan denk je shit, dan denk je ho, dan denk je no, no, no. Oh no! En je kunt er niks aan doen, maar je schaamt je zo. Zo kwam mijn moeder me eens halen. Soepjas en een petje met een ruit. Petje met een ruit. Ze zei, wat sta je nou te
die van mij. Net als die van mij. Lopen ze er af en toe. Ook voor jou en mij. Ook voor jou en mij. Dan denk je shit. Dan denk je ho. Dan denk je no, no, no. Oh no. Je kunt er niks aan doen. Mij schaamt je zo. En dan krijg ik vrienden op visite. En dan komt mijn vader met een moed. En zelf ligt hij al halverwege in een deuk. Echt in een deuk? Nou echt, dan kan ik hem wel schieten. Dan geef ik hem, maar houd toch op. Ga toch weg, maar je bent helemaal niet leuk. Zijn je ouders ook zo sneu? Net als die van mij. Net als die van mij. Een uur lang liedjes op de televisie. En dan niet één enkel liefdesliedje. Dat kan natuurlijk niet, hè? Nee. Maar ik denk dat liefdesliedjes niet altijd hoeven geschreven te worden voor iemand. Maar dat je ook heel goed een liefdesliedje kan maken voor iets. Er zijn bijvoorbeeld mensen die heel erg van hun planten houden en met hun planten praten in de hoop dat ze gaan groeien. Nou, dat gaat mij iets te ver, hoor. Maar je kan denk ik wel ontzettend veel van een boom houden en daar een mooi liefdeslied mee zingen. Heb ik gelijk of niet? Ja. Ja, ik denk dat als je thuis het niet leuk hebt of als je niet echt iemand hebt om van te houden, dat je dat dan heel goed van een boom of zo kan doen. Dat je, ja, ik denk het wel, want dat je dan gewoon, dan wil je toch iemand hebben om, waar je dan ja, dingen tegen kan vertellen en zo, dat je dan dat tegen een boom doet. Bij ons in het dorp zat een prachtige boom, ze zeggen al honderden jaren. Misschien is het raar, maar die boom is mijn vriend, hij mag mijn geheimen bewaren. Hij staat heel alleen op het plein bij de kerk, ik kan hem verstaan als hij fluistert. De anderen hebben nog nooit iets gehoord, maar ik denk dat niemand goed luistert. Ik ken hem nou al zoveel jaar, we zwaaien altijd naar elkaar. Als ik naar bed ga, kijk ik even. Dag lieve boom, lang zal je leven, de mooiste boom van alle bomen. Een boom in de weg, die boom bij de kerk moest verdwijnen.
Ze kwamen met zagen, met bijlen en touw. Ik riep nog, blijf af, het is de mijne. Maar niemand die het hoorde, er kwam zo'n lawaai van al die gemene motoren. Hij kraakte, hij schreeuwde, ik hoorde zijn stem. Die klonk nog lang na in mijn oren. Om bomen heb je geen verdriet. Die spelen een hele belangrijke rol in je leven, hè, denk ik. En dat is ook zo gek nog niet, want al met al breng je er jaren van je leven door. En voor sommige kinderen, denk ik, is dat de allerleukste tijd van hun leven. En anderen moeten er niet aan terugdenken. Zo vreselijk vinden ze het, want er wordt wat afgepest op school, hè. Neem nou Joris en Jan. Die zijn hartsvrienden van elkaar. En wat krijgen jullie niet allemaal naar je hoofd geslingerd? Tenminste, in dat liedje dan, hè? Ja, flikker, gaan met elkaar en zo, dat zit dat te roepen. Maar hoe komt het dan, waarom zeggen ze dat dan tegen jullie? Oh, weet ik niet. Omdat we het met elkaar zijn, ja. Dus dan dus zijn ze jaloers, nou, dat weet ik niet, maar... Niet jaloers, maar... Maar een van die vaders zegt ook in het liedje dat het goor is, hè? Dat jullie zulke goede vrienden zijn. Hoe komt die man daar nou bij? Oh, weet ik niet, je kan toch gewoon vrienden zijn? Je hoeft er niet altijd echt goed zijn of zo. Een beetje met elkaar speelt, dus allemaal uitwerken maar. Oh. Een beetje flauw, denk ik. Ja, ze denken dat we flikken zijn, dus zeggen ze dat het goor is. Maar ik zie niet in waarom het goor is. Trouwens, dat zijn we niet, we zijn gewoon vrienden. Joris en Jan, dat is een heel bijzonder span. Als je de ene ziet, komt zeker nummer twee erachteraan. Ze zitten samen in de klas bij ons op school. Als er gevoetbald wordt in het weekend, dan staat Joris in de goal. Bij dezelfde club waar Jan de midden voor is. Zelfs op vakantie gaan die twee met een van beide kanten mee. Ze maken altijd samen huiswerk, kijken samen naar tv. Ik vraag me af, wat denkt een ander daar nou van? Ik ben Jan en ik ben Joris. Ik kan met Jan gewoon het beste overweg. Want hij begrijpt me als ik iets tegen hem zeg. We kunnen uren zitten praten over boeken, sport of platen. Iets wat eigenlijk met niemand anders kan. Alleen met Jan. Ik heb met Joris bijna altijd wel plezier. Al is hij ook natuurlijk best wel eens een klier. We weten alles van elkaar, al is het nog zo stom of waar. En mijn pa zegt dat het goor is. Ach man, doe niet zo idioot. Met een flikker op een boot. Toch vind ik Jan een leuke knul. En ik vind Joris wel een stoot. Laat niks merken jongens, daar komen ze aan. Adios, adios. Ik weet al lang wat er gezegd wordt door de rest. Omdat ze allemaal jaloers zijn als de pest. Nichten, dit klopt. Maar als het waar was, wat dan nog? Ze lullen toch. Joris en Jan, dat is een heel bijzonder span. Als je de ene ziet, komt zeker nummer twee erachteraan. En of de hele klas nou tegen is of voor is, mijn vriend heet Jan. De mijne Joris. Mijn vriend heet Jan. De mijne Joris. Toen ik nog op school zat, oma vertelt nu, hè,
Toen waren er scholen voor jongens en voor meisjes. Dat was strikt gescheiden. En op die meisjesscholen mocht je ook absoluut geen broek aan. Dat wil zeggen, tenzij je er een rok overheen deed. En zo maf was ik nou natuurlijk ook weer niet om dat te doen. Maar tegenwoordig is dat gelukkig allemaal anders. Dan is het op die scholen één grote kluwe spijkerbroeken. En dan moet je nog ontzettend uitkijken om te kunnen onderscheiden wie een jongen is of wie een meisje. En vooral als ze zo van jouw leeftijd zijn, dan moet je het echt van de kleren hebben. Hè? Als je nog niet zeker weet wat de voor- of de achterkant is. En dan kan je je nog wel eens lelijk vergissen. Kijk op een jongen, ik heb ook van dichtbij, niet dat van zo'n held blonde vee. De jongens op school zien geen meisje in mij, ik tel dus voorlopig niet mee. Maar ze hebben het mis, maar ik laat ze maar gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan mijn lijf. Wat er niet is, komt eraan. Knul, en ook onze bakker is blind. Ze hebben geen notie, geen enkel benul. Ze denken, een kind is een kind. Maar ze hebben het mis, maar we laten ze gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan ons lijf. Wat er niet is, komt eraan. En soms ga ik mee, dan wil ik verspelen niks voel. Maar laatst keek de trainer me aan en zei, hey, ik zoek nog een vent op het doel. Maar ze hebben het mis, maar we laten ze gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan ons lijf. Wat er niet is, komt eraan. Met een meid uit de straat. En ja hoor, de vader kwam hier. Op zich niet zo'n ramp, maar ik werd pas goed kwaad toen ik hoorde, uw zoon is een klier. Maar ze hebben het mis, maar we laten ze gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan ons lijf. Wat er niet is, komt eraan. Nou, in Goes woont, of in Amsterdam, of in Breda. Als er visite komt, dan moet er gezoend worden. Nou, er zijn, dat weten jullie wel, ontzettend veel soorten zoenen. Hè? Van die tuitzoenen en klapzoenen en... nou, wat heb je nog meer voor zoenen? Zuigzoenen. Ja. En van die hele natte... Kleffenzoenen. Kledderzoenen en likzoenen. Smakzoenen heb je ook. Wordt er bij jou thuis wel veel gezoend? Nou, als visite komt, mijn tante of zo, dan wel. Ja? Dan geef ik hem meestal een kus, maar mijn moeder of zo niet wel als ze jarig zijn, dan wel. En wat geven die tantes nou voor zoenen? Want dan heb ik er een heleboel opgenoemd, hè? Gewone. Gewone zoenen? Geen natte of zo. Ja, vroeger zoenden we één keer, hè? En toen twee keer. En nu zoenen we al drie keer. Ja. Denk jij dat het nog meer gaat worden? Ja, misschien wel. Het zou wel kunnen. Ja? Hoeveel keer wil je zoenen en dan niet meer? Eén keer gewoon. Dat is genoeg. Heb jij een idee waarom ze in de film altijd kussen met hun ogen dicht en zo heel erg lang? Ja, omdat ze het misschien lekker vinden. Maar ik weet niet hoor. Kan je dat voorstellen? Nee. Het is meer iets van... ik denk er meer iets van met elkaar in aanraking komen. Maar om dan gelijk
ik ga toch ook niet, als ik even mijn vader een kusje geef, dan ga ik toch ook niet gelijk een heel even mijn ogen dicht doen. Nou, dat doe ik nooit hoor. Zo, ik vind het niet echt lekker. Het is gewoon dat je, nou, dat je elkaar, ik denk dat je elkaar laat zien dat je elkaar wel heel erg lief vindt. In de film doen ze, zie je vaak lekker lang kussen, hè? Ja, doen ze hun ogen dicht? Goor. Wat? Vind ik een beetje goor. Ja, zit je zo? Moet iemand net uit zijn mond stinken? Zijn er ook mensen die lekker kunnen zoenen? Nou, niet echt. Hoe zoen jij? Ja, soms zo. Zo, ja, ik doe ja, heel soms anders dan de andere keer. Veel mooier dan steden in werkelijkheid zijn. Hè? Het is eigenlijk net alsof die gemaakt zou kunnen zijn door iemand die ook de sterreclame maakt. Want in de sterreclame is meestal alles ook veel mooier dan het in de werkelijkheid is. Komen jullie eens hierheen op de manier van de sterreclame? Ja. Slow motion, hè? Ja. Ja. Kijken jullie wel eens naar de sterreclame? Heel veel. Ja? Heel vaak wel. Ja. Wat vind je er iets leuk aan of vind je het alleen maar vervelend? Nee, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het wel gezellig. Ja. Afwisselend. Ja. Weet je één sportje wat je heel leuk vindt? Ja, met die baby's dat ze zo aan het dansen zijn. Ja. En wat is vreselijk? Even denken hoor. Van die afwasmensen met zo'n schoon bord wat dan ineens... Ja. Of van, die hele lange tafels en zitten ze maar steeds op te scheppen. En heel lief te lachen en zo. Ja. En dan zeg ik nou, doe dan de televisie maar uit. Nou, als ik een reclame zie, bijvoorbeeld op televisie, dan maakt het eigenlijk nooit zoveel indruk op me. Want nee, je denkt niet meteen dat ga ik kopen. Ik vind het altijd wel heel leuk gedaan. Ja, ik kijk er eigenlijk wel vaak naar. Ik vind het altijd wel leuk om er naar te kijken. Als ik bijvoorbeeld een koek of zo zie die ik er heel lekker uit kan zien, nou dan zien we het misschien wel. Televisiereclames, het is te mooi om waar te zijn. Alle heren en dames.
als je denkt aan iets lekkers, wordt de taart al opgediend. Of ze komen met crackers, bij de ster zijn ze sterkelderziend. En als het winter wordt, is er heel dik sneeuw, want het ster weer komt nog uit de gouden eeuw. De wereld van de ster, daar zou ik wel eens willen wonen. Poppie populair, ben je daar dag en nacht. Los van de zwaartekracht, zingend op wonderschone tonen. Het gaat dus niet te ver, maar ja, zo is de ster. 10 horloges en brillen, zilverzijden onderjurk. En de baby's hun pillen worden klets, maar toch blijven ze kurk. Al eet je domme snoep, je silhouet blijft slank. Zit je kort bij kas, dan ga je naar de bank. En de hemel kleurt en de koffie geurt, niemand zeurt en jij bent altijd aan de beurt. Je ziet er nooit verdriet, niemand is in nood. Volgens mij gaat er ook zelden iemand dood. Je ziet er nooit verdriet, niemand is in nood. Volgens mij gaat er ook zelden iemand dood. Je ziet er nooit verdriet, niemand is in nood. Volgens mij gaat er ook zelden iemand dood. Je ziet er nooit Ja, nou, je kan wel zien, Jason, dat dit een fantasiestad is, hè? Want waar staan nou midden in de stad zulke grote raketten ineens, hè? Ja. Dat zie je toch haast nergens. Of gewoon, wat je hier ziet, dat je zo'n astronaut rond ziet lopen in de straat. Nee, dat zie ik ook niet zo vaak, nee. Nee, hè? Nee. Kijk, en voor mij is het makkelijk, want ik kan nog gewoon een beetje in de ruimte zwetsen. Maar jij kan straks een strippenkaart kopen als je groot bent. En dan kan je gewoon, hap, met zo'n raket naar de maan. Ja. Denk je dat? Zou je durven? Nou, zou het wel duur? Nou, aan de ene kant wel. Ik bedoel, het kan neerstorten, maar toch is het heel leuk om even heel hoog te zitten. Niet helemaal los van alles. Hoe moet zo'n astronaut dan naar de wc? Er zal wel een hele speciale manier voor zijn, een soort smurrieboel daar. Ik denk gewoon dat door een gat naar buiten gaat of zoiets. Nou, nee, lijkt me niet eng. Kijk, die rampen, zoals met de challenge, dat gebeurt nou ook eigenlijk maar 1 op de 20. Dus het is nog niet eens zo erg veel. Ik vind vliegen eng. Sure.
een wens mocht doen, wat zou je dan willen hebben? Dat weet je nooit meteen. Hè? Als iemand het vraagt, dan denk je, oh, wat zou ik nou eigenlijk willen hebben? En dan denk je misschien meteen aan heel erg veel geld op een bankrekening. Of een enorme slee van een auto. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel iets echt heel erg waardevols. Weet je wat ik dan zou wensen? Dan zou ik bijvoorbeeld wensen dat ik net zo oud zou worden als mijn oma. Of misschien nog wel veel ouder dan mijn oma. Maar dan nog wel heel erg goed bij je verstand. Dus niet dement worden of zo. Want dat lijkt me vreselijk. Maar heel goed hier blijven. En dan lang leven. Dat lijkt me echt fantastisch. Of weten jullie eigenlijk wat dement is? Nee. Nee, dat weet ik niet. Van dat we zeggen van oma, die kon het allemaal niet meer zo goed onthouden. Ja? Dat is dementen. Oh, wow. Ken ik er wel een paar. Hoe oud willen jullie worden? Ja, als je te oud bent, merk je... Als je maar fijn leeft. Niet dat je niks meer kan. En dat, dat je niet meer merkt in je bed ligt. En verder niet. De hele dag op een stoel zit of zo. Dat ja, dat je niet meer weet wat alles is en zo. En dat je alles vergeet. Heel snel. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee. Dat iemand dat had? Nee. Kan jij ook dement zijn? Weet ik niet. Als jij alles vergeet, ben je dan dement? Nee. Dat hebben meestal oude mensen. Oudere mensen. Bejaarde mensen. Zoals ik? Nee. Nee? Nee, nog niet, denk ik. Het is als je ouder wordt, dan word je, ja, begin je minder te begrijpen. En je blijft nog wel iets van oudere mensen houden, maar je wordt langzaam maar zeker veel kinderachtiger eigenlijk. Ja, en een beetje. Ja, dan gaan de mensen medelijden met je krijgen. Wat is dat? Mijn oma is al 80, maar dat weet ze zelf niet meer. Ik heb het vaak gezegd, maar ze vergeet het telkens weer. Als ik haar kom bezoeken, zit ze meestal voor het raam. Ze kijkt wat glazig naar me en vraagt, wat is nou toch je naam? Toch maakt ze het gezellig en zet een kopje thee. En informeert naar alles, ze leeft nog met me mee. We zijn al met z'n beetjes en voordat ik het weet, vergeet ik zo'n moment vaak dat zij wat meer vergeet. Mijn oma is al 80, maar dat weet ze zelf niet. En herhaalt zich keer op keer. Ze gooit al vaak de namen en de dingen door elkaar. Of kent dan plots mijn vriendje, maar dan die van vorig jaar. En ga ik met haar wandelen en loop ik zij aan zij. Dan praat ze over alles, haar ogen lachen blij. We zijn al met z'n beetjes en voordat ik het weet, vergeet ik zo'n moment vaak dat zij wat meer.
ook weer? Ja, nou, dat is nou geheimtaal, hè? Dat wil zeggen, niemand verstaat er een barst van. Want jullie hebben het zelf verzonnen. Hoewel, zelf verzonnen, ja. Maar er zijn kinderen die verzinnen een geheimtaal. Al was het maar dat je ouders bijvoorbeeld je dagboek niet kunnen lezen. Ja. Of dat je op school iets kan zeggen. Heeft iemand van jullie een voorbeeld? Heb je wel eens zoiets verzonnen? Of praat je dat wel eens? Ja? Nou, het was niet echt een geheimtaal. Je kon het wel verstaan, maar het was een accent. Dan heette een jongen die Jan Heijn heette, heette Jean de Peum of zo. En ik heette Marske. En zijn stopwoord, dat was dus een jongen bij ons in de klas die had dat. En zijn stopwoord was koekensaidoor. En dan trok hij een heel leuk gezicht bij. En betekende dat ook iets? Nee, dat betekende niks. Dat zei hij gewoon voor alles. En als hij dan zegt, ik heb een geheimtaal, ging het zo, ik heb een geheimtaal. En dan de hele tijd die tong, dat was echt heel leuk. Maar je kon het wel verstaan, maar toch een beetje heel anders. En jullie nog meer? Ja, dat hebben wij thuis altijd, van die talen. Maar ja, ook heel gek, met allemaal accentjes erin. Ook met meisjes uit Amerika doen we dat altijd. En die verstaan het ook? Ja, ja, je kan het ook wel verstaan. Maar het is allemaal met een S ervoor en erachter en ertussenin. Ja. Heel gek. Ik ben een peperpulpien. Wat zegt u? Ik zeg dat ik Evelien ben. Dat klinkt wel grappig. Zeg nou eens dat ik Sonja ben. Je pijpen bent Sponjepa. Nou, dus moet je voor elke klinker moet je up zeggen. Belangrijk zijn, hè? Je eerste vriendje of vriendinnetje, of je eerste zoen, of je allereerste baan die je krijgt dat je geld gaat verdienen, maar ook naar school gaan. Nou had je, vroeger was het zo, als je op de lagere school zat, dan ging je meteen bijvoorbeeld naar de middelbare school, maar nu is er een brugklas, hè? Dus dan kom je eerst in een soort van niemandsland terecht, voordat je dan echt bij die ouderen gaat horen of zo. Zit jij in de brugklas? Ja, ik zit in de brugklas. Word je dan gepest? Nou, ja, soms. De grotere, als je aan tafel tussen bent, pak ze altijd je bedjes weg of zo. Dat vind ik niet leuk. En hoe noemen ze je? Wat zeggen ze allemaal tegen je? Oh, van alles. Flapper.
klootzak. Oh, allemaal woorden die niet zo echt leuk zijn. Mooi, hè? Is dat bij jullie ook? Zitten jullie ook in de brugklas? Ja. Ja? Is dat bij jullie ook zo? Ja, bij ons zeggen ze... Nee, ze zeggen niet klootzak of zo. Nee, ze zeggen altijd... Ze zeggen alleen maar... Tas, waar ga je met die brug er naartoe of zo? Ja, of als je iets zegt wat niet naar de zin is, zeggen ze meteen... Hè, wat zijn de brug is brutaal dit jaar of zo. Ja. Oh, wat een keurig. Nou, dat vind ik niet zo erg. Nee. Ja, maar ze zeggen vast ergere dingen die jullie niet tegen mij durven te zeggen of zo. Nee, ze zeggen het ook als je er niet bij staat. Oh ja, en wat zeggen ze dan? Ja, gewoon wat ze vervelend met over de bruggers. Ja, bruggergolf en zo. Brugpiepers? Ja. Ja. Wat zijn dat dan? Of brugsmurven, wat zijn dat dan? Nou, gewoon dat je in de eerste zit en dat je tussen gewoon de kleinste. Het was alweer de 9e Kinderen voor Kinderen. Afgelopen. Jammer, hè? Maar er komt vast een 10e. Tot volgend jaar. Zo kwetsbaar en zo klein te zijn.